Even lekker kut, hè? Thuis al onvoorbereid. De planning, hè, was eigenlijk dat ik hier niet zou speechen. Nou, dat is mislukt. 17 weken geleden, toen ik hier aan begon en de eerste keer mijn gele hesje aantrok, toen dacht ik, jongens, ik ga eens even kijken hoe dat gaat met die mensen. En als dat naar demo 2 een beetje loopt, dan ga ik terugvallen naar het midden van de groep en dan ga ik gewoon chill elke week een beetje wandelen. Ook dat is mislukt. Maar, wat is er wel gelukt? We zijn vorige week naar Brussel geweest met best wel leuk groepje. En naast dat we daar hebben mogen genieten van de pittoreske omgeving en het heerlijke zonnetje, heb ik daar met een aantal meerhuisjes ook wat gras mogen rappen. Hartstikke onterecht, ik ben zeer, ik heb er nu nog wat pijn aan mijn hoofd van. Even los van de koppijn die ik al kreeg van het beleid van de overheid natuurlijk. Maar wat ik ontzettend mooi vond, was dat ik daar bijna 7 uur op dat kutbureau aankwam naar een helse tor uit de tram. En ik klim naar boven op die trap en ik schreeuwde het station in. Toes ensemble. En van de andere kant hoorde ik inderdaad, hey, al die mensen hebben dus gewoon echt letterlijk op mij zitten wachten totdat ik terugkwam. Want dat is jongens wat ons kenmerkt. We kunnen onze onderling van pure frustratie en emotieauto echt wel de koppen inslaan. Hè Roy? Maar dan bedenk ik me ook dat eigenlijk precies die frustratie, hè, ons menselijk maakt. Het is wat ons onderscheidt van de elite, van de kwartgele hesjes die zich gedragen als robots. Laat ons dan maar ruzie maken. Want Roy, Manon, ik hou nog steeds van jullie. En we zijn hier sterker uitgekomen. Dus laten we ook al die ruzies achterlaten, want eigenlijk ben ik helemaal niet boos op jullie. Eigenlijk ben ik boos op de overheid, op dit land, op de leiders die ons horen te beschermen, die in dienst van ons horen te zijn, maar ons laten stikken. Maar wie liet mij niet stikken? Die mensen staan hier voor me. En hoe gaan we dat doen? Toes ensemble! Hey! Hey! Toes ensemble! Hey! Hey! En dan wil ik potverdomme niet één iemand meer horen ruzie met elkaar, maar kunnen jullie allemaal op de volgende thema weer zien en allemaal knuffels van jullie krijgen. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon van jullie houden en we gaan door. En dan was het ook